Vandaag over hot en cool, afhankelijk en onafhankelijk. Vorige week heb ik het vooral gehad, ook in de voorbeelden, over de wijze waarop mensen zich aan media koppelen. En zoals je al hebt gemerkt, is dat een belangrijk thema. Omdat dat van belang is, ook voor de indruk die een medium op mensen maakt. Dat een medium op mensen maakt. Dit is de teneur die erachter zit. Hè? Nieuwe mediale technieken brengen nieuwe weergaven met zich mee. En dan krijg je, op het moment dat er een nieuw medium komt, krijg je dus een rimpeling die een gevolg heeft voor de ervaring en die een gevolg heeft voor de weergave. Dat is het thema dat steeds terugkomt en dat is ook het anker van deze college. Nou, daarin zit iets waar je wellicht aan moet wennen. Cognitie wordt heel vaak gezien als een vaststaand gegeven. Het idee is dan dat je over cognitie iets kunt zeggen in een objectief wetenschappelijke zin. Dus dan ga je bijvoorbeeld zeggen, wij gaan menselijke cognitie bestuderen. En hoe doe je dat? Nou, dan gaan we in een laboratorium kijken hoe dingen werken. Ja, dat is in die vorm van psychologiebedrijven is al heel oud. Het idee dat je objectief onderzoek naar kunt doen, dat is ongeveer 100 jaar oud. Ja, de Nederlander Gerardus Heijmans was een van de eerste die dat hier in Groningen is gaan proberen. En die heeft gezegd, als je mensen cognitie bestudeert, moet je reactietijden bekijken, moet je proefjes gaan doen met mensen. En dan kun je zien hoe ze cognitief in elkaar zit. Nou, als je cognitie op die manier ziet, dan beschouw je cognitie als iets dat, zeg maar, een losstaande module is in mensen. Ja, net zoals je de menselijke knie of het menselijk hart zou kunnen gaan bestuderen. Of de menselijke nieren of de menselijke lever. Laten we het hart als voorbeeld nemen. Want het aardig is namelijk dat mensen over, en mijn studenten zijn wat dat betreft net mensen, vaak over cognitie denken in medische termen. Alsof cognitie een module is die in iemand zit en die bestudeerd wordt door cognitief psycholoog. Ja, net zoals het hart in iemand zit en dat wordt dan onderzocht door een cardioloog. Ja, en wat doen cardiologen? Die kijken hoe het hart werkt. En die kijken onder welke omstandigheden het hart sneller werkt en slechter werkt en beter werkt en kapot gaat en allemaal dat soort zaken. Nou, wat doen cognitief psychologen? Die kijken hoe de menselijke cognitie werkt. En daarin zit al iets opvallends. Als je het hebt over de menselijke cognitie, dan puur door die term, de menselijke cognitie, lijkt het al alsof het iets is dat ergens zit. Terwijl, dat hoop ik jullie vandaag te kunnen laten zien, menselijke cognitie niet iets is dat ergens zit. En dit klinkt verbazingwekkend en heel raar, omdat je hart namelijk wel ergens zit. Nou, dat ga ik vandaag niet aantonen, dat je hart nergens zit. Maak je geen zorgen, dus wat ik ook vandaag ga zeggen, heeft geen betrekking op je hart. Dat blijft gewoon netjes in je borst kloppen. Als het goed is. Want ik hoor namelijk één waarvan ik denk, nou, ik kan ook wel eens zo stoppen. En natuurlijk heb ik een reanimatie gehad en dat soort dingen. Maak je geen zorgen. Het is geen lawine, dus dan loopt het altijd beter af. Dat is, die eerste opvatting is cognitie als vaststaand gegeven. En dus ook als te lokaliseren gegeven en duidelijk te onderzoeken. In de afgelopen 10, 15 jaar vindt er een verschuiving plaats waarbij we cognitie steeds meer als afhankelijke parameter gaan zien. Wat wil dat zeggen? Cognitie is niet zomaar iets dat vaststaat, dat ergens ligt, dat ergens te vinden is.
Nee, cognitie is een menselijke eigenschap die ontstaat op het moment dat mensen gaan bewegen, dingen gaan doen, in actie komen. Dat is het moment dat mensen in actie komen. Waar die cognitie dan zit, dat ligt niet vast. Daar kun je van tevoren weinig over zeggen. Hoe die cognitie eruit ziet, kun je van tevoren ook weinig over zeggen. Hier voel je al dat cognitie dan wel een aardig vage term aan het worden is. Wat is cognitie dan? En toch is dit wat er gebeurt. Men gaat cognitie, cognitieve verschijnselen. En dat is, onder cognitie valt ook ervaring hoor. Valt ook wat je fenomenologisch bewustzijn noemt. Ja, wat is fenomenologisch bewustzijn? Dat is de manier waarop de wereld aan je verschijnt. Dat kun je zien als onafhankelijk vastgegeven. De manier waarop de wereld aan je verschijnt, dat kun je onderzoeken. Wat je ziet de laatste 10, 15 jaar is dat een verschuiving plaatsvindt. En dat mensen gaan zeggen, nee, een fenomenologisch bewustzijn, dat is afhankelijk. Dat kun je dus niet zomaar onderzoeken. Daar zul je altijd naar moeten kijken in wat voor context dat plaatsvindt. Nou, het voorbeeld. Dick Swaap is iemand van de bovenste school. Cognitie als vaststaand gegeven. Ja, wat zegt Dick Swaap? Wij hebben hersenen, zegt Dick Swaap. En het denken speelt zich af in de hersenen. En als je de hersenen bestudeert, weet je hoe het denken eruit ziet. Daarom zegt hij ook, wij zijn ons brein. Dat is natuurlijk een waanzinnige uitspraak. Ja, ik weet niet, zelden een meer idiote uitspraak gehoord dan dit. Wij zijn ons brein. De meeste van jullie zullen ook onmiddellijk denken, ja, dit kan niet waar zijn. En mensen doen altijd alsof dit zo'n bijzondere uitspraak is, maar het is natuurlijk een belachelijke uitspraak. Ik ben bijvoorbeeld iemand die zegt, ik heb een brein. Ik weet niet hoe jullie dat. Ik heb wel hersenen, maar om dan te zeggen, ik ben mijn hersenen, dan gaat dat ver. Ja? Soms pak ik iets op, namelijk met mijn handen. Dan zeg ik ook niet, ik ben mijn handen. Dat zou ik nog intelligenter vinden om te zeggen, ik ben mijn handen, dan ik ben mijn brein. Ja, ik heb een hart en ik heb hersenen. Dus ik hou meer van het woord hersenen trouwens hoor, ik heb hersenen. Maar je ziet hier dat Swaap iets opvallends doet. Hè? En Swaap gaat dan zeggen, wie of wat ik ben, dat zit allemaal in je hersenen. Ja, op televisieuitzendingen heb je gezegd, het hele lichaam dient ertoe om de hersenen in stand te houden. Ja, maar dat kan niet waar zijn. Evolutionair kan het dan niet waar zijn. Ja, evolutionair zijn wij organismen die zich moeten voortplanten. Voortplanting is echt het allerbelangrijkste, evolutionair gezien. Ja, want er is één eigenschap die al onze voorouders deden. En dat is namelijk dat ze zich ooit hebben voortgeplant. Voor de rest zitten er heel veel verschillen. Sommige van mijn voorouders zijn vissen geweest, en andere eencellige weer andere chimpanseeachtig. Maar ik weet één ding zeker, van ze allemaal, ze hebben zich voortgeplant. Waarom? Nou, omdat evolutie draait om voortplanting. Dus, waar draaien onze hersenen om? Nou, vooral om ons geslachtsorgaan. Onze hersenen hebben maar één doel, namelijk te zorgen dat wij ons voortplanten. Dat had hij beter kunnen zeggen. Ik ben mijn... Nou, en dan kun je twee typen geslachtsorganen invullen. Is een veel intelligentere uitspraak, maar klinkt veel dommer dan... En daar kom ik straks nog op terug, want dit lijkt nu onzinnig te zijn, maar dit is wel ik zeg dit wel degelijk serieus. Want dan voel je al dat Dick Swaap hier iets wonderlijks aan het zeggen is. Maar door het allemaal in de hersenen te plaatsen, zegt Swaap eigenlijk ook, je kunt de hersenen bestuderen en dan kun je daar zien hoe het denken in elkaar zit. Ook dat is een hele gewaagde uitspraak. Het is vreemd genoeg een uitspraak waar iedereen in gelooft op dit moment. En mensen denken, ja, als je mijn hersenen kent, dan weet je wie ik ben. Nou ja, het blijft een hele gewaagde uitspraak. En wat je ziet, de laatste 10, 15 jaar, en McLuhan liep in dat opzicht wat voor de troepen uit, is dat er andere zaken
aan de orde komen. Nou, die vinden nog niet zomaar hun weg naar de populaire media, maar naar populaire boeken. Maar het is wel degelijk iets waar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. En dat heeft alles te maken met die extensions. Op het moment dat je media gaat zien als extensions of man, als uitbreiding, dan ga je dus, en daar hebben we vorige keer voorbeelden van gezien in die video's, dan ga je media gebruiken om dat wat een mens is uit te breiden. Neem die kompasbelt, om het zo maar even te noemen. Op het moment dat die op je huid zit, krijg je er een gevoel bij. Namelijk een gevoel voor richting. Oriëntatie is het, ik ben beter om te zeggen. Dus een gevoel voor of een straat waardoor je heen fietst, hoe die zich verhoudt tot Noord-Zuid. Die Udo die op de fiets zat, die kreeg dat gevoel erbij. En die zei op een gegeven moment, ik kan het ook niet meer onder woorden brengen, zei hij. Maar ik voel iets met de richting van straat. Nou, en dan nu de vraag, waar zit dat gevoel? En kun je zeggen, in zijn hersenen. Dat is eigenlijk een beetje een sneu antwoord. Want als je die belt weghaalt, is dat gevoel er niet meer. Het zit ook niet alleen in die belt. Waar zit het dan? En dan krijg je een veel complexer antwoord. Dan krijg je een antwoord dat heeft te maken met, nou, waar het zit, hangt ervan af van wat er aanwezig is op een persoon. Hangt er vanaf wat voor extensies er zijn aangebracht. Ja, dit zijn andere extensies dan die Barbie heeft, hè. Vooral in de haar. Weet jullie? Ja, sorry, ik moet af en toe iets over Barbie zeggen, omdat ik een groot fan ben. Kijk, anders kan je niks met die kennis. En dus die extensions hier, en bij die Udo is dat een belt. Maar wat McLuhan zegt is, maar een televisie is ook zo'n extension. Doordat wij ons aan die televisie kunnen koppelen, verandert onze cognitie. En dat is niet alleen maar een interne zaak. Nee, het heeft ook alles te maken met die televisie waaraan wij ons koppelen. Dit is ook het verschil. Ik geef het verschil aan de hand van een aantal boeken weer. De ene opvatting is, dat noem je evolutionary psychology. Dus wat je dan gaat zeggen is, wij gaan de menselijke geest bestuderen vanuit het oogpunt van de evolutie. Ja, dat is prachtig. En dan ga je zeggen, waarom... waarom? Moet je even goed voor. Meestal gaat het over verschil tussen mannen en vrouwen, dit soort dingen. Maar waarom zijn mannen zo bezig met voetbal? Ik noem maar niet. Nou, en dan ga je al de volgende verklaring geven. Dan zeg je, nou ja, evolutionair gesproken moesten mannen altijd al strijden. En waren mensen altijd al in gevecht met elkaar. En daarom zijn mannen nu heel erg geïnteresseerd in voetbal. Ja, dat ga je dan zeggen. Dus waarom ruimen vrouwen bij voorkeur het huis op? Nou, dat komt omdat vrouwen vroeger, als mannen gingen jagen, waren ze ook altijd op thuis. En dan moesten ze het ongedierte uit de hut halen. En daarom hebben ze nu de neiging tot stofzuigen. He, zoiets, dat ga je dan zeggen. Nou, en dit lijkt te verzonnen, is het ook. Maar je zult zien dat dit soort verklaringen gegeven worden. Maar wat je daarmee dus zegt, is dat er zit een module in onze kop. En hoe die module eruit ziet, dat is afhankelijk geweest van de situaties waarin organismen voor ons hebben verkeerd. Ja, dit soort verklaringen gaan altijd via het feit dat we ooit jager-verzamelaars zijn geweest. Ja, daarom houden vrouwen heel erg van bessen in de yoghurt, zoiets. Kun je dan zeggen. Ja, want yoghurt doet denken aan moedermelk en bessen, dat is van het verzamelen. Zo, dit wil niet belachelijk maken, maar er zit natuurlijk wel... Kijk, en natuurlijk zitten daar hele goede... zaken. Fysiologisch is het niet zo raar. Hè? Als je vraagt van waarom gaan onze haren overeind staan op het moment dat je in een koude omgeving komt. Nou,
kun je laten zien dat we ooit langer haar hebben gehad. En als je dat overeind zet, dan komt er een laag lucht tussen en dat isoleert. Dus dat soort dingen zijn goed. En natuurlijk, de reacties die we hebben, kun je ook op die manier verklaren. Hè, waarom we bang zijn voor hoogtes. En dat is prima te verklaren aan de hand van evolutionaire psychologie. Alleen wat daarin vastzit, is in evolutionaire psychologie, is dat alles wat wij doen een gevolg is van wat onze voorouders, de leefomgeving van onze voorouders is geweest. De leefomstandigheden van onze voorouders is geweest. Zijn er. Er is een andere opvatting. En die zit bijvoorbeeld bij Philip Zimbardo. In zijn werkelijk fantastische boek The Lucifer Effect. Lees dat. Hoeft niet voor dit college, maar lees dat. Philip Zimbardo is de psycholoog die ooit het Stanford Prison experiment is. Wat deed Philip Zimbardo? Die selecteerde 24 of 30, dat weet ik niet meer, jongens die op de universiteit zaten. Daar heeft hij de ouders van tevoren geïnterviewd en hij heeft dossiers nagekeken. En Philip Zimbardo heeft van die jongens vastgesteld dat al deze jongens niets met gewelddadigheid hadden. Dus ze hadden geen gewelddadigen, ze waren nooit bij grote vechtpartijen betrokken geweest, et cetera, et cetera, et cetera. Dat wist hij zeker van al deze jongens. Deze jongens heeft hij willekeurig in twee groepen verdeeld. Dus loodjes getrokken, twee groepen. Toen is hij een experiment begonnen waarbij de ene groep jongens gevangenisbewaarder werd, en de anderen werden gevangenen. Nou, het experiment is ooit op een zondag begonnen. Toen heeft hij politieagenten gestuurd langs de jongens die geselecteerd waren als gevangenen. Die werden in de boeien geslagen, achter in de politieauto gegooid. En de jongens die geselecteerd waren als gevangenbewaarder, in de universiteit had hij een improvisorische gevangenis ingericht. En daar werden daar waren ook die jongens die bewaker waren en zij moesten de gevangenen bewaken. Nou, wat schokkend was voor Philip Zimbardo was hoe snel het gedrag van deze jongens zich aanpaste aan de rol die ze hadden. De gevangenen werden heel snel opstandig, probeerden te ondermijnen, probeerden te ontsnappen, allemaal dat soort zaken. De gevangenbewaarders, bewakers, die werden steeds strenger, steeds sadistischer, gingen steeds hardere straffen, steeds vernederender optreden. Dit ging zo ver, het werd zo erg, dat hij het experiment moest een paar weken lopen. Na 6 dagen heeft hij het afgeblazen. Want de gewelddadigheden liepen de spuigaten uit. Het sadisme was al onder de bewakers te hoog. En er was al een gevangenisopstand geweest. Ja? Dit waren jongens die een keurig verleden hadden. En hier zie je die andere teneur. Wat Philip Zimbardo zegt is: menselijke cognitie, de manier waarop mensen zich gedragen, is niet een ingebakken eigenschap. Maar is gedrag komt altijd tot stand in relatie tot een omgeving. Dat kun je niet onafhankelijk van alles hebben. Ik weet niet of jullie nog die foto's kunnen herinneren van de Abu Ghraib-gevangenis. Met die Amerikaanse soldaten die zo'n gevangenen aan een hondenriem hadden. Dat had in dit experiment ook kunnen gebeuren als hij dat door had laten gaan. Uiteindelijk ga je over gevangenen pissen. Jullie ook. Dat is de boodschap, hè? Dit gaat niet over anderen, dit gaat over jullie. En wat je dus doet, is niet afhankelijk van wie je bent, maar is afhankelijk van in welke situatie je terechtkomt. En dit zegt wel iets interessants over menselijke cognitie, want dit is een prachtige eigenschap. Alhoewel het niet zo klinkt. Want dit geeft aan dat menselijke cognitie niet zozeer een module is die erin gebakken zit, zoals ons hart, en die je dus niet kunt veranderen, maar dat menselijke cognitie van nature geschikt is om je aan te passen aan de omgeving. Geschikt is om je aan te passen als dat wat tegen jou aanbreidt.
Ja, daarom hebben wij Eskimo's aan de ene kant en hebben wij stammen in de Sahel aan de andere kant. Iemand die deze opvatting verdedigt, al 20 jaar zo'n beetje, 15 jaar, is Andy Clark. Filosoof in Schotland zit hij, geloof ik. Edinburgh of St. Andrews, nee, weet ik niet. In ieder geval Schotland. Andy Clark zegt, en dit sluit aan bij wat Zimbardo zegt. Andy Clark zegt, wij zijn natural born cyborgs. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee dat onze cognitie alleen maar tot stand komt vanwege het feit dat wij in staat zijn om ons te koppelen aan allerlei technologie en aan onze omgeving. Wat wij denken, wat wij zijn, is afhankelijk van de omgeving waarin wij zitten, de technologie waarin wij ons koppelen, waaraan wij ons koppelen en de mensen die om ons heen zijn. En de rol die wij sociaal gezien hebben. Met natural born cyborgs bedoelt Andy Clark dus precies dit. Wat is het evolutionaire succes van ons brein? Het evolutionaire succes van ons brein is dat wij in staat zijn om ons aan elk medium te koppelen. Nou, elk is wat veel, maar aan heel veel verschillende media te koppelen. Het succes van ons brein is dan ook dat ons brein dus niet in die zin helemaal voorgeprogrammeerd is. Eén heel makkelijk voorbeeld te geven. Niemand van ons, is genetisch voorgeprogrammeerd om te kunnen lezen. Dat is echt onzin. We hebben geen gen voor lezen. Ja, onze voorouders namelijk hebben zich niet voortgeplant op basis van hun literaire vermogens. Ja, daarom vinden jullie het ook zo lastig om boeken te lezen en zo. Want dat is, jullie voorouders, die konden helemaal niet... Hè? De 99,99999% van jullie voorouders heeft geen letter gelezen. Dat we het wel kunnen, heeft te maken met een andere eigenschap. Namelijk het feit dat wij in staat zijn om ons te voegen naar media. Is misschien een goed plan hoor voor toekomstige generaties. Dat we van nu af aan gaan zeggen. Dat alleen als je met succes een tentamen kunt doen over de gebroeders Karamazov mag je kinderen krijgen. Is een goed plan. En dan zul je zien dat we over 10.000 jaar allemaal mensen op de aarde hebben. Die echt van nature kunnen lezen. Fantastisch zou dat zijn. Gaat niet gebeuren. En waarom niet? Ja, omdat lezen... Wij kunnen lezen omdat wij een natural born cyborg zijn. En natural born cyborg, een cyborg is een combinatie van organisme en techniek. En Andy Clark bedoelt er niet mee dat we allemaal modules in ons hebben van techniek, maar hij bedoelt ermee dat wij ons aan techniek kunnen koppelen. Hij schrijft. En hier zie je ook dat zwaap, maar wat brult. I do not really use my brain. Ja, dat zeggen mensen wel eens. There is no user quite so ephemeral. En dus, het is niet zo dat ik mijn brein gebruik. Dat is ook een hele rare uitdrukking. Het is complex dat. Rather the operation of my brain is part of what makes me who and what I am. Maar let op dit part, hè. Part. So too with these new waves of sensitive interactive technologies. As our worlds become smarter and get to know us better and better, it becomes harder and harder to say where the world stops and the person begins. En dit is belangrijk wat hij zegt. Hij zegt dus, die grens tussen persoon en wereld kun je niet zo scherp trekken. Hoe komt dat? Dat komt omdat techniek zich steeds beter aan ons koppelt. Kijk, een vuistbijl, om daarmee overweg te gaan, dat vraagt nogal wat. Dan moet je spieren, et cetera, en je moet coördinatief erg goed zijn. Maar wat je ziet is dat artefacten, dus dingen die wij maken, zich steeds beter, dat is ook logisch, op ons gaan aansluiten. Ja, de eerste messen, daar zou ik niet meer mee kunnen snijden.
Maar langzamerhand zie je dat technologie zich steeds beter aan ons lijf gaat aanpassen. En op het moment dat technologie zich aan ons gaat aanpassen, en het is natuurlijk een evolutionair proces, hè, dit. Dat wordt niet gestuurd, maar we maken allemaal nieuwe technologieën. En welke blijven er over? Ja, waaraan we ons het makkelijk kunnen koppelen. Ook dat is heel logisch. Ja, het is mooi om eens, kijk maar eens naar de ontwikkeling van de fiets. Ja, de fiets, in het begin waren er allemaal soorten. Nou, die hebben jullie wel eens gezien, met die hele grote voorwielen, kleine achterwielen. Die op zich erg goed rijden, hoor. Alleen zo'n fiets met twee wielen ketting, dat rijdt nu eenmaal het makkelijkst. En daar rijden we allemaal op. Het aardige is namelijk, als je op zo'n fiets rijdt, dan ben jij ook die fiets. Ga het maar eens onderzoeken. Niemand kan een trapbeweging maken zonder fiets. Leg iemand maar eens op zijn rug en doe maar eens trappen na op de fiets. Ik kan niemand. Ik krijg rare bewegingen met de benen. Ja, als je niet gelooft, kijk één keer naar ochtendgymnastiek. En dan zie je, nou ja, die mensen bewegen sowieso een beetje vreemd. Maar en dat is het punt van Clark. Clark zegt dus, die technologie wordt beter. De nieuwste technologie wordt zelfs interactief. En koppelt zich daarom steeds beter aan wie of wat wij zijn. En maakt dus dat wij ook op een andere manier gaan denken. Dit komen we straks nog tegen met de ontwikkeling van het schrift. Ja, het schrift heeft zich ontwikkeld op een manier zodat het steeds beter aansluit bij onze hersenen. Wel met rare gevolgen. Wel met het gevolg dat we nu leesblinde mensen hebben. Ja, in de tijd van hieroglyphen waren die niet. Er zijn schriften in het Japans waar je die nog niet hebt. En dat is precies wat Andy Clark bedoelt. What are these technologies? They are many and various. They include potent portable machinery linking the user to an increasingly responsive world wide web. Dit is wat oude boek dit. But they include also, and perhaps ultimately more importantly, the gradual smartening up and interconnection of the many everyday objects which populate our homes and offices. Wat is een post-it? Een post-it is een enorm, technologisch gezien, enorm belangrijke vondst. Je kunt namelijk zo'n geel briefje ergens opplakken en dan denk je eraan. Moet je je voorstellen dat je in een cultuur leeft zonder post-it. Dramatisch. Ga je dingen vergeten. Ja, en wij hebben allemaal van dat soort dingetjes uitgevonden die om ons heen zitten en waardoor wij een cognitief wezen worden. Wij hebben post-its, we hebben agenda's, we hebben smartphones, we hebben e-mailadressen, etcetera. Maar we hebben ook kranten. En we hebben ook toneelstukken en we hebben films. Allemaal vallen die onder deze technologie. Als jullie naar de bioscoop gaan en naar een film kijken, dan zie je een technologie die in 100 jaar geperfectioneerd is om jullie erna te laten kijken. Vandaar dat je er zo makkelijk aan koppelt. Dat heeft dus te maken met dat die technologie en onze cognitie tegelijk evolueren. Dat is dus niet meer los van elkaar. Die kun je niet loskoppelen, die twee. Ja, dit is een oermens en dit niet. Meer zeg ik er niet over. Deze twee personen zijn genetisch identiek. Dat wil zeggen, er is geen evolutionaire afstand tussen deze twee. Je denkt niet dat we andere genen hebben dan de holbewoners. Dat is niet zo. En toch zijn ze verschillend. En wel in cognitief opzicht. Wat zeg je? Ook. En wat voor opzicht nog meer? Schoonheid. Ja, maar dat is deze. Ik heb een hele lelijke holbewoner. En misschien een niet-holbewoner waar jij van zegt, nou, leuk meisje met de telefoon. Leuke gelakte nageltjes en zo. Ja,
Nu zal ik het antwoord geven wat Clark zou geven. Clark zou, ik zou zeggen, ja, maar wat je hier ziet, deze schoonheid, is technologische schoonheid. Dit is de technologie van het lakken van de nagels, het jurkje, omgaan met de haren, lippenstift. En ook hier zwaar geëpileerde wenkbrauwen, omdat ze anders niet in lijn zijn. Veel betere zeep en daardoor wat minder ongedierte op de huid en dat soort dingen. Ja, maar let dus op, ook dat is technologie. Want die schoonheid heeft dus ook weer effect op hoe wij de wereld ervaren. En in die zin met je eens, hoor. Ja, en daarom zei ik het ook. Daarom zei je het ook. Ja, briljante opmerking dan. En die technologie zit er ook hierin. En waar dat toe leidt, is dat er een cognitief verschil ontstaat. En dat cognitieve verschil is dus niet zozeer van de hersenen afhankelijk, maar is dus niet van een aangeboren hersenen afhankelijk, maar is afhankelijk van de technologie waaraan ze gekoppeld zijn. Ja, dat wil je geven, maar kan je niet ook duidelijk zien dat zeg maar de hondenbewoner gewoon een andere hondstructuur heeft? Dat is een neus en voorhoofd. Dat is gewoon allemaal wat groter en groter. Ja, dat is bij deze holbewoner inderdaad het geval. Vergeet niet dat de holbewoner is nog maar relatief kort geleden. Zo'n 20.000 jaar geleden had je holbewoners. Ja, die afstand is gewoon te kort. Dus we weten, er heeft geen evolutie kunnen plaatsvinden op dit niveau. Ik zal volgende keer een mooiere holbewoner kiezen, dat beloof ik je. Maar er is niets algemeens over zeggen. Als je schedels vindt van 20.000 jaar oud, dan zien die er hetzelfde uit als onze schedels. Ja. Ja, en het raar, kijk, dat is dus het vraagstuk waar ook Clark mee zit, is wat is het verschil dan? En het verschil wordt opgezocht in mediale techniek. En wat zijn mediale technieken? Dat zijn technieken die ons laten denken en de wereld laten ervaren. Nog anders gezegd, als je een kind van holbewoners bij ons zou laten opgroeien, zou je het niet kunnen herkennen. Ik denk dan niet stel ik heb een kind van een holbewoner geadopteerd en die komt hier binnen. Denk niet dat die dan in een berenvel loopt met beharing. Nee. Waarom niet? Omdat het verschil zit hem in de media waarin je komt. En dat kind koppelt zich. En dat is namelijk de kracht van dit orgaan. Dit is een koppelingsorgaan. Hiermee koppelen wij ons aan de wereld. Met andere woorden, je moet niet te veel denken, je moet je vooral aan de wereld koppelen. Je moet je vergeten, dit laatste. Je wilde het net opschrijven. Ja, maar het was een wat. Ik dacht net, dat is iets te dramatisch wat ik opschrijf. Maar het is wel waar, je moet niet te veel denken. Sorry. Maar dat was er ook inderdaad om 1910 of zo, een kind van ja. Britse familie die in Indië ergens van leefde, bla bla. Nou, uiteindelijk is het kind gewoon in de jungle gewoon ergens kwijtgeraakt en jaren later is het weer gevonden. Ja. En het was gewoon echt helemaal adapteerd en helemaal met de chimpansees die het kind opgenomen hebben, ja. Gewoon adapteerd. Hij had veel meer haren en alles, gewoon echt aan alles aangepast. Ja, je hebt gelijk, dit geldt zelfs in fysiologisch opzicht, dat wij ons aanpassen aan de omgeving. Hè? Als je opgroeit in een omgeving waar je meer haar nodig hebt, dan krijg je ook meer haar. Ja. Maar wat je ziet is dat inderdaad wolfskinderen zich heel makkelijk cognitief aan een wolvensamenleving aanpassen. Ja. Dit vermogen om je aan te passen aan je omgeving houdt cognitief ook een keer op. En dat was ook nog de Engelse die had gewoon een klein chimpansekind voor weken naast zijn eigen kind gezet. Ja. En hij hoopte dat de chimpanse begon zijn kind na te doen. Ja. En na te bozen en alles. Maar in principe was het zo dat zijn eigen kind zijn zoon En die moeder heeft dan na twee weken of zo gezet, hey, dat je hebt gelijk, je zegt iets moois, bij chimpansees natuurlijk. Er zijn echt hele serieuze proef gedaan, ook van jarenlang, waarbij je chimpansees in de mensencultuur laat opgroeien. En wat je ziet is dat ze uiteindelijk die sprong niet maken. Ja. Hele jonge kinderen, als die een iPad zien liggen, een kind van een jaar of 2, 2,5, die kunnen daarmee omgaan.
Die swipen en die vergroten en die verkleinen. En geen enkel punt. Ja, chimpansees vinden het altijd moeilijk, een iPad. Ja, en dat is... maar dat is wonderlijk. Omdat, want die iPad, dat was natuurlijk de kracht van Steve Jobs, is dat hij die technologie zo heeft gemaakt dat wij ons er zo makkelijk aan koppelen. Dat is zijn kracht. Dat is briljanter geweest. Ja, en dit is... Let dus ook op, wat McLuhan zegt, is dat het verschil tussen deze en die, is dit, hè? Dat is het belangrijke. Nou ja, onder andere. Dat is McLuhan's punt. Ja, dit is dus niet alleen maar lippenstift of zo. Dit is hier. Je moet, om dit te krijgen, moet je er op televisie in stoppen. Moet je eraan komen. Ja, en dat klinkt heel raar, maar het feit dat wij weten hoe we eruit moeten zien, hebben we voor een deel te danken aan televisie. Anders weet je het niet namelijk. Zie je alleen maar je buurvrouw. Ja, dan krijg je dat Volendam-achtige, dat je allemaal dezelfde klederdracht hebt. Ja, maar wat er ontstaat bijvoorbeeld door televisie en radio, is het hele idee van beroemdheden. Ja, iets waar Benjamin Bell over schrijft. The Rise of the Stars, het verschijnen van sterren. Dus, wat McLuhan schrijft, is wat er gebeurt als je in dit stopt, dan krijg je dat. En dat is een nieuwe opvatting die McLuhan hier heeft. Dat is een opvatting die staat tegenover de opvatting die uit de verlichting komt. Namelijk dat de mens iets is in zichzelf, uit zichzelf, los van de wereld. Ja, wat McLuhan gaat zeggen is, nee, wat je krijgt is een functie van, een gevolg van dit, natuurlijk. Ik bedoel, je kunt, hè, want anders zou het met een chimpansee ook kunnen. Dus je hebt er wel degelijk mensen voor nodig, goed punt. Maar je moet er dit aan vastkoppelen. En wat is dan het mooie van mensen? Het mooie van mensen, zegt Andy Clark, is dat wij natural born cyborgs zijn. Dat je dat er ook inderdaad aan vast kunt komen. En dat er dan iets anders uitkomt dan dat je erin stopt. Wees blij, anders zag je er nu zo uit. Ja, en dan. Voor mij ook fijn dat de meeste van jullie... Eigenlijk iedereen moet ik zeggen, sorry. Anders ga je weer nadenken, ben ik nou die uitzondering? Nee, iedereen.